favoriet vandaag. Zijn er ook jij het winnaar van de veldloop? Ja, de E10-plas was mij gunstig gezien. En if the dog doesn't shit, it explodes. Begin goed hard vertrokken. En dan ja, wel een beetje overgegalopeerd, zoals zo vaak. En hoe hebben we nu Five Fingers het gedaan? Die doen alles voor mij. Ik doe eigenlijk niet veel. Wat denk je dat het kan zijn? Ik denk om kegelen. Een dansje. Ik had gehoopt iets met een basketbal. Hoogspringen. Ik ben bang. Ik denk dat het paaldans wordt. De twee palen. Ik denk dat iedereen een bijl krijgt en hebben die paal met een makje zo snel mogelijk. Handstand op de paal. Paaldansen, hoop ik. Ben niet al te zot van spel, maar ik vang gegeer een beusje. Moer bloedopen kan ik wel, maar erin ben ik niet fel. Zie tegenwoordig overal, en uw kolen mij strooit ze. Jong geschupen op een bal, maar ik speel het liefste van al. Mee manen vliegen, des aan de steert. Haar goede muren, des zien er weer. Geef hem wat kleven op mijn gemak. Ken ook rabolletjes in mijn zak. Mietse van de Kommersen, een meisje uit mijn strooite. Keur de manen servolan, en zo tertuint ze van. Want ze rap alsof de wereld was aan spelen met mijn kleven. En ze zaten spelen weer, want die ene goeie steert. Ja, mannen vliegen, de zon is dicht. Ach, goed dat dat is echt, dat is 12,50. Hey, hier.
een tweede stok, hè? Nee, dat is niet waar, Jan. Nee, dat is niet waar. Dat is wel risky om mensen te voeren. Ja, dit, we hebben hier natuurlijk heel lang naar uitgekeken. Dat spreekt voor zich. We hebben dat met de coach maanden van tevoren aan het voorbereiden geweest. En we zijn uiteindelijk blij dat het succes heeft afgeworpen. Dit zijn weken en weken van training. Dat is het verschil ook in de arm. Wat zijn uw verwachtingen voor de veldrit? Voor de veldrit gaan wij deze prestatie evenaren. 12,85 meter. Ik denk dat dat een heel mooie veldrit zou zijn.